De geschiedenis van de Saamaka-bevolking is belangrijk vanwege de grote bijdrage die deze levert aan Suriname. Dit zei voorzitter van de stichting 19 september 1762, Rinaldo Huur, tijdens de lezing De rol van de Saamaka-vrouw tijdens en na Maronage. In verband met Saamaka-dag, dag van de Saramakaners. De voorzitter vindt het vooral nu belangrijk om de kennis over alle Saamaka-cultuurelementen te delen met de jongere generatie. Cultuurkennis is heel belangrijk, vooral in deze tijd en met name voor de Saramakaners. De jonge mensen nu, die weten niet wat de voorouders hebben gedaan. Ze dragen geen kennis van. Dus wij moeten dan de jongeren nu voorlichten en die lezing geven, zodat ze bewust kunnen zijn van wat hun voorouders hebben gedaan. Om dan heden te kunnen begrijpen. Want zonder het gevecht van hun voorouders zouden ze niet hier zijn. Is zeer belangrijk. En daarom moeten wij de Saramakaanse cultuur hoog houden in al zijn facetten. Huur geeft als advies mee om steeds meer activiteiten die zich lenen voor kennisoverdracht te organiseren. Dit zal voornamelijk bijdragen aan de instandhouding van de Saamaka-cultuur. Vergaderingen te beleggen in dorpen en dat vertel je over het gevecht. Het traktaat van ondertekening van het traktaat van de Saramaka. En dan bereik je een heleboel mensen om bewust te worden.